die hakkie! Wat? Pak die hakkie! Pak die k***! Het is winter, het is koud. Mensen doen de open haard aan. Die hebben we alleen nog steeds niet. Het is winter, het is koud. Mensen doen thuis de open haard aan. Maar die hebben we alleen niet. En toen gingen we ook gratis naar de bioscoop. Ja, je verklapt het eigenlijk al. We gaan weer naar de bioscoop. En dit keer nog omslachtiger. Namelijk als next level schoonmakers. Ja, echt next level. We gaan nog niet verklappen hoe, maar ik zou echt blijven kijken als ik jou was. Echt next level. We gaan hierin. Moeilijk hè, deurtje open. Oh, dit is een schuifdeur. Ja, dit is een schuifdeur, ja. Zeg dat zeg maar dan. Wat elke bus in Nederland heeft. Ah. Hey Martijn, ja. Heeft dit een koppeling? Hoe werkt dit eigenlijk? Dit is een koppeling. Dit is een koppeling? Dit is een automaat. Oh, het is een automaat. Even aanzetten. Zo. Oh ja. We rijden gewoon, Martijn. Dit wordt een lange rit. Nou, lieve kijkers, wij zitten in een bus omdat wij het idee hebben dat we Amsterdam een beetje hebben uitgespeeld. En dat niet lullig naar de Pathé in Amsterdam, maar we hebben jullie uitgespeeld. We hebben dus een bioscoop nodig die op de begane grond zit, dus dat je geen roltrappen op moet. Ja. Waar gaan we die vinden? Gaan we naar Utrecht of Den Haag? We kunnen beter naar Utrecht. Oké. Okay. Tapijt werkt niet helemaal in ons voordeel, hè? Nee, straks verneuken we dat hele tapijt. Ja, weet ik veel. Ja, daar ben ik dus bang voor. En dan blijkt deze aflevering toch niet zo gratis te zijn als dat we dachten. Oh, maar die kijker die moet nu echt benieuwd zijn. Ja, joh. Wat? Met wat je gaan ook ze komen, jongen? Je hoort ook rommelen achter. Ja. Ik kan me gewoon niet inbeelden hoe dat is. Voor zo'n kijker, wij weten het al. Ja. Kinipolis, is dat een bioscoop? Ja, oh, dat is wel goed. Ze kennen ons nog niet daar, denk ik. Zal ik ze gaan even bellen? Ik zeg gewoon dat ik een handicap heb? Ja, precies. Spannend muziekje. Nou, alles behalve eigenlijk. Welkom bij Kinipolis. Jezus, jongens. Moet je eerst 2 minuten wachten voordat je in het menu komt? Wens je toch iemand te spreken? Ja, dat zeg ik er al, nerd. Kinipolis, ja, goeiedag, met Martijn. Ik wil graag vanavond naar de bioscoop. Ik ben alleen met een vriend, die heeft een beetje een beperking. Ja, dat is een beetje een heel raar verhaal, maar hij durft dus niet op andere verdiepingen te komen. Dus hij moet op de begane grond blijven. Het is heel raar. Maar als we bij jullie naar de bioscoop gaan, is er een zaal die niet op de eerste, maar die gewoon op de begane grond gepositioneerd is. Nee. Het zit, moet je allemaal een trap voorop. Ja, als de zalen beginnen op de eerste. En mocht ik hem nou zo ver krijgen, is er eventueel een lift? Ja, er is een lift bij ons. Er is een lift. Ik durf niet. Komt goed, Niels. Oké, okay, dank je vriendelijk. Jongens. Spannend muziekje. Parijs shots. What else? What else? Een ontzettend goede chauffeur. Gozer, pas op! We hoorden net die machine waar we het altijd over hebben. Best wel hard tegen de grond slaan. Dus we gaan even checken of hij het überhaupt nog doet. Nou jongen, kijk wat de schade is. Ja. Oh ja. Oh ja. Ja, nee, dat is niet de bedoeling. Gozer. Shit. Maar dat ding is loodzwaar, man. 3, 2, 1. Nou, dat ging heel goed. Ja, help ook even. Pak die kant. Ja, ik moet toch ook lichten. Ik kan ook... Auwe! Wow! Ja, je helpt ook gewoon niet! Gewoon die accu! Oh, wat ben jij, een idioot? Oh, nu ben ik de idioot! 3, 2, 1. Zo, dit is niet meer zwaar. Doe dat ding! Pak die accu! Wat? Pak die accu! Je moet duwen! Je moet duwen! Wat duwen? Duwen? Ja, maar zit deze goed zo? Nee, natuurlijk niet. Maar ik denk niet dat het heel veel beter gaat worden. Ja, op hoop van zegen. Laten we gewoon rustig rijden. Godsamme zeg. Wat een smerige bende is dit, zeg. De machine staat weer vast. Ja, nu weet iedereen ook hoe onze machine eruit ziet. Hij is blauw. En fragiel. Misschien kapot. Maar hij staat weer, we kunnen weer gaan rijden. Let's go. Even handjes wassen. Dag. Snack Bernelis. Yes, what up? Ben je wel eens geweest? Nee. Jij? Nee, misschien is het handig als we even binnen gaan kijken. Ja, dat we een beetje weten hoe de situatie eruit ziet, waar de lift is. Daar niet zo'n een half uur met die machine daar rond ja. En de lift niet kunnen vinden. Maar goed, bioscoop, werken altijd jonge mensen. Capuchon op. Snap je? Hey. Gelukkig staat je naam niet achter op je jas. Super anoniem. Voel hem nu wel, man. Wel een super plan. We kunnen niet zomaar bij de lift komen, dus of we gaan met die hele outfitjes en die machine naar de mannetje en zeggen dat we boven moeten schoonmaken. Maar we kunnen het in ieder geval proberen, we zijn helemaal hierheen gereden. Ja. Laten we in ieder geval proberen om te kijken of ze iets hebben van jullie mogen boven gaan schoonmaken. Lukt het niet, dan niet. Oké dan. Dat was
niet helemaal hoe ik het voor me zag. Nee, we moeten dus aan iemand vragen die daar werkt om voor ons de deur open te maken, ja, zodat we bij de lift kunnen. First things first, we moeten eerst even omkleden. Ja, ja? Want we gaan natuurlijk vermomd. Hey. Kijk, de schoonmaakpetjes. Nee, grap. Het geeft gewoon licht, ouwe. Ik denk heel eerlijk dat we nu meer opvallen. Ja, zou je denken? Jouw haar heeft ook licht, gast. Ja, laten we dit niet doen. Dit is echt een slecht verhaal. Dit is net alsof je survivalen in het wild. Oké, okay, kom maar. Ja? Ja, duw dan. Kom op. Ja, dat... Dat ding gaat het nooit meer doen, grap. Hier, goot, het hele de sleutel is omgebogen. Oh. Oh, fuck. Helemaal mis. Ouwe. Hallo, wij komen schoonmaken. Wat is dit? Het zit ook zo allemaal los. Dat is het ding helemaal gemold. 6.5 hours later. Hij doet het, Marty. Hij doet het, jongen. Oké. Okay. Ben je enthousiast? Ja, ja, ik ben fucking enthousiast. Ik heb er heel veel zin in. Oké, laten we gewoon naar binnen lopen. En dan vragen of we met de lift naar boven mogen. Ja. En dan parkeren we deze bad boy heel onopvallend in een hoekje. Dan nemen we de sleutel mee. En dan gaan we naar binnen. En dan gaan we naar Zo, hallo. Hallo. Denk je dat het gaat lukken? Ik mag hopen dat het gaat lukken, denk ik. Ik wil weg. Ik had wel iets zo moeite gedaan hebben om een bioscoop binnen te komen. Nee. Zal ik even vragen waar we hier erin kunnen? Ik loop nu naar de balie daarachter. Mevrouw, zou ik jou wat mogen vragen? Wij moeten boven die zaal schoon trekken. Kun je mij heel even met de lift? Ja? Top. Dankjewel. Hier zo, hier ook. Hoi, goeiedag. Top. Wij moeten wat schoonmaken worden. Wie is je de baas? Bram. Van welke bedrijf? Van de Voort. Hij zegt, je moet die bovenverdieping heel even schoon trekken. Ja, ik ga liever ook naar huis, maar mij niet uit. Dus... Je zit aan te filmen. Het is een geintje. Wat dan? Nee, ik loop er niks van. Oh, is het zo? Ik wil gewoon naar binnen. Hey Niels, leuk dat we deze mee hebben. Ja. Alleen het ging niet goed. Nee. We werden herkend. Wederom. Maar ik heb wel van de regie doorgekregen dat we toch 2 gratis kaartjes krijgen. Ja, of 3, hè? Ik weet niet of 3. Oh, de cameraman. Ja. En waarom krijgen we dan kaartjes? Voor de moeite. Moeten we ook nog schoonmaken of zeg je van laat het maar? Ik denk oprecht dat je dat niet wil. Nee, ben ik serieus. Nou, we zetten hem in de hoek en dan gaan we naar de joker. Ja, ik vind het echt helemaal top van je. Dankjewel. Ik vind het wel raar dat dit niet is gelukt. Met die pruiken was het gelukt. Heb je dit nou vaak van die gasten die met een heel schoonmaakteam hier komen? Nee. Nee? Nee, dat niet. Ze zijn wel de eerste. Bye, vriend. Hartstikke bedankt, hè. Oké, dit is hem. Hey, hartstikke bedankt. Yo, komt goed. Zo, ik ga vooraan. Martijn. Niels. Ja, we zijn binnengekomen, maar niet helemaal zoals we wilden. Absoluut niet zoals we wilden. Nee, want we zijn eigenlijk binnengekomen op ons gezicht van, oh ja, kijk jullie filmpjes. Grappig. Dus het is, weet je wat het meest pijn doet? Nou? Is dat we dat krenk helemaal naar Utrecht hebben meegenomen. Ja. En dat nog erger, dat die ook weer helemaal terug moet. Het lijkt nu enorm gesponsord, maar het is echt precies zo verlopen zoals je hebt gezien. Die man was zo aardig om ons alsnog de tickets te geven. Ja, dus we gaan een filmpje kijken. Ja, volgende week gaan we het gewoon proberen op de manier zoals jullie gewend zijn. Althans, dat deden we nu ook, alleen nu lukt het even niet. Volgende week lukt het gewoon 100%. Bedankt voor het kijken, like de aflevering en abonneer ook even op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En volg ons ook even op Instagram en dat soort dingetjes. Twitter doen we eigenlijk helemaal geen fuck mee, dus doe gewoon Instagram. Later. Waarom deed ik deze?